foto. Oké, okay, daar gaat hij. 3. Hij is een foto. Hij is een foto. Jan, ik zie je niet. Ja. Dat is jou. Jan, jou. Ja. 3, 2, 1. Welkom allemaal bij een nieuwe video. Mijn naam is Klaas Verkruijst en deze video gaat over wie is de mol. En je zag een heel aantal oud-mollen bij elkaar. Het was wel een bijzonder moment hoor. We werden uitgenodigd bij een speciale aflevering van de TV-show van Ivonie. Eerlijk gezegd had ik het een beetje onderschat. Ik dacht eigenlijk dat ik daar even een interviewtje zou geven. Maar het bleek echt een programma te zijn van een uur. Dat ga je zien op 8 maart op NPO 1. De belevenissen van allerlei oud-mollen bij elkaar. Wordt erg leuk. En ik heb ze natuurlijk gevraagd. Wie is jouw mol van 2019? Dat zie je aan het eind van deze video. Je hoort het aan me. Ik praat een beetje zo. Ik kan het wel zien. Ik heb echt de hele middag een loopneus gehad. Maar ik denk, ja, ik moet wel even een video opnemen. Ik heb hier wel voor de veiligheid een handdoekje liggen. Waar als het helemaal misgaat. Massage throat. Je snapt wat ik bedoel. Wat wou ik zeggen? Ja, we hebben 60.000 abonnees. Dank jullie wel. In een week tijd is het gewoon gefixt. Ik ben er echt van onder de indruk. Ik wil je onwijs bedanken. En ik zit nog na te denken over iets leuks om terug te doen naar jullie. Ik heb wel eens voorgesteld van moet ik in het land ergens Klaas komt kiekjes gaan houden. Misschien heb je wel een leuke suggestie. Die kan je gewoon laten weten in de reacties hieronder. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, dan wil ik je bij deze uitdagen om dat alsnog even te doen. Op de telefoon kan het niet, maar op de computer kan het wel. Kan je hier op dat vlakje klikken. Dan gaat het heel snel. En anders moet je even naar de omschrijving. Kan je een link vinden. Is het één keer klikken. En dan ben je gewoon abonnee. En dan mis je niks meer. Tenminste, als je dat belletje ook nog aanzet. Dan zie je het helemaal snel. En als je deze video leuk vindt, mag je een duim omhoog doen. Maar dat kan je ook later bepalen. Of halverwege. Of als je denkt, hey, dit vind ik cool. Dit is een duimpje waard. Ik ga, zoals je van me gewend bent, alle kandidaten langs. Die nog over zijn in het spel. In Wie is de Mol na aflevering 6. Deze keer draai ik het even om. Ik ga niet aan deze kant beginnen, maar ik ga aan deze kant beginnen. Sinan, vorige week de famous hashtag helemaal trending geworden. Hashtag wat doet Sinan? Nou jongens, hij deed wel deze uitzending. Dat zegt de account wat doet Sinan ook. Sinan doet iets, maar wel op zijn eigen tempo. Ja, dat vond ik zo'n leuk moment. Ja, is het te langzaam dit? Dit te langzaam hoor. Ja, ik vind het wel meevallen, denk Sinan. Ik vind het zo mooi. Ik vind die gast ook echt. Hij komt er volgens mij steeds lekkerder in. Zit steeds lekkerder in zijn vel. Ik zie hem ook steeds meer lachen. Deze was ook leuk van Ed Michel Bleker. Sinan in een tuk-tuk. Ja, zo opgevouwen in dat apparaatje. Maar hij heeft het gewoon naar zijn zin. Kijk. Ik moet heel eerlijk zeggen, dit is toch wel een heel charmant vervoersmiddel. Misschien moet ik maar gewoon een tuk-tuk-chauffeur worden. Je bent echt gemaakt hè, voor de tuk-tuk. Alsjeblieft. Een grote big smile. Sinan heeft het gewoon naar zijn zin. En misschien komt het ook wel omdat hij een steeds duidelijker beeld heeft van wie de mol is. Om heel eerlijk te zijn, ik verdenk hem nog steeds niet. Ondanks dat hij niks doet. Hè, dan zou je kunnen zeggen, dan breng je dus geen geld in de pot. Maar mijn idee van mol zijn is toch dat je iets wil doen. En als je bovenaan zo'n abseilding zoals vorige week blijft staan, dat is gewoon niet de plek waar je als mol wil zijn. En zo zijn er veel meer momenten geweest waarbij Sinan geen leidende rol had. En verder, als hij wat doet, is hij best heel constructief. Toch nog een kleine hint gevonden van Erik 1239-0091. Check. De eerste opdracht heet steentje bijdragen. En wat zien we daar? We zien Sinan daadwerkelijk iets doen. Ik zie vooral een journalist die in het begin wel even moest schakelen. Toen die dacht van nou, ik ga op mijn journalistenmanier. Ga ik naar al die andere kandidaten kijken om dan te ontdekken wie de mol is. Maar het was zoveel informatie en zoveel details die je moet onthouden dat het misschien een beetje overweldigend was. En nu heeft hij het volgens mij wat meer in de smiezen, waardoor het allemaal wat makkelijker gaat. Hij het steeds leuker heeft eigenlijk. Volgende. Jamie. Of moet ik zeggen, Yummy, zoals die online tegenwoordig genoemd wordt. Komt ook wel een beetje door deze foto, Jamie. Echt gast. Ik bedoel, jij maakt heel Nederland onzeker. Aan de andere kant, haters gonna hate, lovers gonna love. En ik vind jou een toffe kerel, dat weet je. Ik vond deze wel leuk. Die zag ik van Bert-Jan Westering voorbij komen. Voor mij wel een van de meest leuke momenten uit deze aflevering van Wie is de Mol. Vandaag begon ik mijn rekenles met een opdracht uit Wie is de Mol. Ja, rekenen, hè. Dat vierkant met meerdere vierkantjes. Nou, je ziet het hier staan. Jamie had het over 19, Niels had het over 17. Maar wat denkt groep 7a van echt? Het was ook wel ingewikkeld natuurlijk, hè. 3, 4, 5. Gaan we terug naar boven. Het kleintje.
6. Tel jij nog een keer apart, tel ik ook nog een keer apart. Wil je niet samen tellen? Nee, jij gaat even tellen en dan kijken of we op hetzelfde uitkomen. Fucking ja? Overstellen. Dat vind ik wel grappig, hè? Die twee gasten die zijn echt ook aan het dimdammen onderling. Echt aan het kijken van, hey, ben je nou molgedrag aan het vertonen? Niels doet dat sowieso de hele serie. Hè? Hij vroeg ook bij Sarah, toen Sarah hem hielp om die joker van Evelien te krijgen, gelijk van, hey, wat is in het view? Waarom doe je hier aan mee? Hij stelt de hele tijd die vragen. Ja, en Jamie doet gewoon Jamie. Dat kan je lezen als een enthousiaste kandidaat die altijd headfirst ergens ingaat. Of je denkt toch meer aan een type als Jan Versteeg die dat deed, maar uiteindelijk heel veel verkeerd deed. Ik zelf vind deze hele scène eigenlijk hem wat minder verdacht maken, Jamie. Omdat hij dit doet. Kijk. Weet je wat ook een vierkant is? Dit is ook een vierkant. Oh, ja, daar heb je wel gelijk. Dat zijn ook twee vierkanten. Dus dan zijn die had ik echt over het hoofd gezien. Dan zijn het er 19. Ja, is dat zo? Nee, ik wil even rustig kijken, man. Ik ben helemaal zenuwachtig. Daarom zei ik, we moeten niet te snel gaan. Kut, hè. En echt, ik bedoel, als je de mol bent, dan laat je dat lekker zitten. Dan ga je volgens mij niet proberen iemand anders nog beter te laten kijken naar zijn puzzel. Overigens hadden ze het fout voor de mensen die denken, wat was nou het idee? Nou, dit is hem. How many squares are in the diagram? Zo, dat was hoog. How many squares are in the diagram? Nou, heel veel. Uiteindelijk 40. Dat is het officiële antwoord. 40 had het er moeten zijn. Ik had het ook nooit gekund, in alle eerlijkheid. Ik zie het gewoon niet. Jullie wel? Laat eens even weten. Even eerlijk, hè? Eerlijk antwoord geven in de reactie. Ik denk het niet gewoon. Dit maakt hem ietsjes verdacht dat Jamie rende volledig de verkeerde kant op om die laatste opdracht te zoeken in de stenenfabriek en wilde vervolgens meteen veel geld inzetten. Dat is wel verdacht, zegt Joyce Louise. Heb je wel een punt. Maar over het algemeen is hij toch gewoon echt bezig om het zo goed mogelijk te doen. Hij komt als eerste aan met die tuk-tuk. Door de hele uitzending heen zie je dat gebeuren. Ik denk eigenlijk dat het toch toevalligheden zijn. Tenzij we nog een hele plot change gaan krijgen de komende uitzending. Het zou natuurlijk kunnen. Merel. Natuurlijk. Weer vogels. Vrij hoog. Het voelde al van, we gaan iets doen met hoogte. Ja, het zijn ook wel echt prachtige vogels. Ik ben even gaan kijken, jongens. Hoe zit dat nou met die vogels en dat Colombia? Misschien heb jij dat al lang gedaan, maar ik kom er nu pas achter. Colombia is het land met de grootste biodiversiteit in vogels. Dat is toch even leuk om te weten. En de nationale vogel van Colombia is de Andescondor. Ja, ik dacht misschien is dat dan een merel of zo. Dat zou dan wel weer heel toevallig zijn. Maar moet je eens even kijken naar deze lijst. Die is echt gigantisch lang. Allemaal vogels. Heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat het land zo'n prachtige natuur heeft. Ontzettend veel verschillende vogels. Dat hoort dus gewoon bij het land en is niet per se een hint. Hoewel je als maker van Wie is de Mol ook zou kunnen denken, hey, dat is handig. Dit land staat bekend om zijn vogels. Je hebt zelfs van die vogeltochten die je kan maken. Je kan gewoon een reis boeken en dan ga je gewoon langs alle plekken waar verschillende vogels zijn. Nou, je kan er het zijn ervan vinden. Maar dit vond ik haar echt een stuk minder verdacht maken. Wederom. Dat is op de online website wieisdemol.nl te vinden van de Avrotros, de officiële website. Daar staan extra beelden die laten zien hoe het gaat na de executie. En dit gebeurt er net na die executie afgelopen week toen Robert eruit ging. Dankjewel, jongen. Hey, Robert. Ciao, man. Hoi, hè. Nielske. Laat keer, man. Hoi. Ik ben fucking opgelucht, sorry. Dit is echt vreselijk, man. Ik moet heel eerlijk zeggen dat het eerste wat ik dacht was, gelukkig niet ik. Kijk nog één keer goed. Dit momentje. Ik ben fucking opgelucht, sorry. Dit is echt vreselijk, man. Het gaat er bij mij haast niet in dat je dat kan spelen. Het is zo natuurlijk. Het is net zo natuurlijk als ze bijna leek te gaan huilen bij een eerdere test. Volgens mij helemaal in het begin. Echt die spanning zo op dat lichaam, op dat gezicht. Maximaal. Ja, dit kan je volgens mij niet faken. Daar geloof ik bijna niet in. Maar goed, ik moet ook wel eerlijk zijn. Ik zit een klein beetje in een tunnel. Een gastje verderop. Rick Paul. Ik vond dit trouwens een heel, heel mooi moment. Hè, dat hij die joker vond. Niemand vertelt. En dat was het spannendste wat ik tot nu toe gedaan heb. Is dat het spannendste wat je tot nu toe gedaan hebt, Rick Paul? Volgens mij heb jij heel veel molacties lopen uithalen die wij allemaal nog niet gezien hebben, maar die we nog wel gaan zien.
Of zit ik gewoon helemaal naast? Het zou natuurlijk kunnen. Ik ben sowieso benieuwd naar je theorieën. Hè? Laat ze gewoon weten hieronder. Ik lees er heel veel van. Niet allemaal, want soms zijn het echt zoveel. Dan kom ik er niet doorheen. Maar als je dan een goede ziet, geef die dan even een likeje. Want dan komen ze hoger en dan zie ik ze sneller. Marjan Hendrik stuurde naar Moltalk van het weekend. Ja hoor, onze mul Rick Paul had zijn joker net op tijd uit zijn kontzak gehaald. Uithalen heette de aflevering toch? Ja, dat is wel waar. Is dit nou molgedrag, geen molgedrag? Kijk, Rick Paul sowieso in de uitzending deed weer echt veel dingen waarvan ik dacht, dit is wel echt molgedrag. En dit zou daar prima in kunnen passen. Hoewel dat geheim houden voor de andere kandidaten ik dan wat onlogisch vind. Want ja, waarom zou je dat doen? Dat maakt je niet uit. Door die test kom je sowieso wel. Misschien heeft hij gewoon gepakt en zagen de anderen het toevallig niet. Kunnen we wel even naar kijken. Hij pakt. Sinan. Nee, ze hebben het volgens mij niet gezien. Dat is het gewoon. Sinan die staat net de andere kant op. En Merel was volgens mij ook met iets anders bezig. Dus hij heeft gewoon die joker gepakt. Misschien maakt het een rol uit. Maar ja, je kan die joker niet laten liggen als je hem ziet. Oké, kort. Momentje. Ik gooi het beeld even heel kort op groen. Excuus. Andere die ik voorbij zag komen was van Ednikita2702, Unicorn. Net wie is mol teruggekeken op het moment dat Rick zegt, behalve de mol die hoeft nooit naar huis, komt Rick Paul in beeld. Ik zou zeggen, weer in beeld. Want je herinnert je nog een eerdere aflevering, een eerdere video. Ik zal hem in de beschrijving nog even zetten als je niet weet welke ik bedoel. Waarin zoietszelfde gebeurde. Behalve de mol, die gaat nooit naar huis. En wie zagen we in beeld? Rick Paul. Nou, deze is zo mogelijk nog erger. Degene met de meeste fouten moet het spel verlaten. Behalve de mol. Nou. Die hoeft nooit naar huis. Doe even normaal, zeg hier. Het spel verlaten. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis. Er is toch op gemonteerd? Of ben ik nou gek? Dit is toch... Dit... Zo voelt het in ieder geval. Maar ja, nee... Ze draaien elke shot draaien ze om. Dit kan haast niet toevallig zijn. Of ja, misschien toch wel. Ik weet het niet zeker. Dat is eigenlijk de conclusie. Maar ik vind het wel echt verdacht. Dus, hoe heet je ook alweer? Nikiet, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het ook super verdacht. Andere dingen die verdacht waren deze uitzending. Was deze opmerking van Rick. Die gaf. Rick met een K dan. Geldt hier het aloude principe van... Follow the money om bij de mol te komen? De vraag stellen is een beantwoorden, Rick van der Westerlaken. En als we follow the money doen, wat we zometeen gaan doen aan het eind van deze episode, dan zal je zien dat Rick Paul daar wel een serieuze rol in speelt. In negatieve zin. Dit moment was voor mij echt een klassiek molmoment. Rick Paul komt aan met de tuk-tuk op het moment dat hij helemaal niet had mogen rijden. Hij speelt daar de vermoorde onschuld, maar de andere kandidaten trappen daar niet in. Kijk maar. Je mocht helemaal niet doorrijden. Sommigen niet recht doorrijden. De tijd was op en je moest de toektoek stilzetten waar je was. Jamie heeft gelijk. Ah, dat doet mijn ding eens niet. Ik heb niks gehoord. Merel test. Maar je bent er wel. Alleen het is gewoon jammer dat je porto het niet deed. Hé, hij doet het gewoon. Ik heb echt niks gehoord. Het enige wat ik kan bedenken is dat Rick Paul heel actief aan het mollen is om iedereen... gek te maken eigenlijk, want dat is wel echt aan de hand. Je merkt het straks ook bij test en executie. Best veel mensen zijn naam ook noemen. Dat kan natuurlijk een hele goede strategie zijn. Hè? Net zoals dat bij Ruben gebeurde vorig seizoen. Ja, die was verdacht bij heel veel mensen. Ja, behalve hij zelf, want hij wist dat hij de mol niet was. Stel nou dat dat hier ook het geval is. Dat Rick Paul dus niet de mol is. Ja, dan heeft hij echt een ideaal leven en gaat hij een heel eind komen. Maar ja, de grote vraag is, wie is dan wel de mol? Niels? Ja, Niels denk ik dan niet hoor. Dat kan haast niet. Ik heb het al een beetje over hem gehad met Jamie. Ik zie hem vooral als echt een goede speler. De man die 100 uitvraagt, die heel scherp oplet. Die ook Merel heel scherp in het vizier heeft. Merel is een hele intelligente dame. En dat is heel leuk. Maar in een spel is ze levensgevaar. Want juist die intelligentie is een groot wapen. En zij is heel strategisch. Soms denk ik dat ze... zo strategisch is dat ze zelf een beetje verdrinkt in het web wat ze aan het spinnen is. Maar ja, ik ga haar nooit onderschatten. Dit momentje was nog wel een beetje verdacht in de tuk-tuk. En toen ging het iets niet helemaal lekker. Mochten ze niet keren. Ja, dat ging ook niet helemaal lekker. Ik snap dit wel. Hij probeert zich aan de regels te houden. Gaat daardoor heel erg moeilijk doen. En dat apparaat is daar helemaal niet op berekend. En er was ook iets met dat hij in één keer gewoon recht toe recht aan ging rijden. Waardoor hij uiteindelijk ook ongeldig werd. Stef C. zegt, ik begrijp Niels wel. Bij de tweede opdracht
Ze kregen de restrictie pas na het geven van de eerste locatie waar ze naartoe moesten rijden en naar de tweede locatie. Snap ik, als je dan geen restrictie krijgt, dat je denkt, nou, er is niks aan de hand, ik kan gewoon gaan rijden. Het is een interpretatie, waarom eigenlijk niet? Ja, nou, daar kan ik me wel in vinden. Niels vind ik nog steeds niet zo verdacht. Wel een hele toffe kandidaat, waarvan me het niet zou verbazen als hij in de finale eindigt. En als hij de mol is, dan vind ik het helemaal te gek. En dan wil ik er alles van weten en alles van zien. Maar dan Sarah. Oei, Sarah. Vorige week verdacht ik je serieus. Want ja, je deed iets heel geks met de verspreking bij Merel. Het dubbelchecken van elke opdracht. Heel onopvallend. Dubbelchecken woman, weet je het nog? Helemaal aan het begin van de serie, toen ze bekend werden gemaakt. Die dingen zitten nog steeds in mijn hoofd. Maar het lijkt er toch echt op dat de serieuze potentiële ellende in de pijplijn zit voor Sarah. En dat heeft alles te maken met de zipline opdracht. Even in de categorie dingen die haar nog wat verdachter maken, is deze van Robert de Heer. Wat kan Sarah eigenlijk wel? Ze is dyslectisch, kan geen touw volgen, tuk-tuk rijden lukt niet. Ze herhaalt dus alles. Ze luistert niet goed. Misschien kan ze heel goed mollen. Hè? Is dat haar kwaliteit? Nou ja, vind ik geen slechte theorie, Robert. En deze is ook heel erg leuk van Sam. Die zegt, Sarah is de mol. Kijk maar eens naar deze foto. Die is gevonden. Zij vindt dat Sarah op deze foto lijkt. Dat heb ik zelf niet zo. Maar het is wel een onderdeel van die puzzel die je in de lieden ziet. Die Elvo. Die lieden kom ik zo meteen ook nog op terug. Maar het gaat even om dit stukje. Dit puzzelstukje. En dan deze muurschildering. Nou, daar is natuurlijk uitgebreid studie van gemaakt. Dus even kijken, iemand kwam al met deze, zeg maar. Ja, het is in 2017 was die wandtekening er al in Medellin, Colombia. Dus het komt inderdaad daar vandaan. Met anders, de Mol Hints 2019 heeft dit uitgevogeld. Het wijst naar Shota 13. Als je daar verder zoekt, dan kom je uit bij Sounds and Colors. Zo heet dat stuk blijkbaar. Sarah Kronis. En Gravity is veel natuur en dieren. En wat zei Sarah vooraf? Nou, die had inderdaad wat met natuur en dieren. En dan natuurlijk die muurschilderingen bij. Waar begon en eindigt Wie is de Mol? Ik vind deze wel sterk. Dat moet ik wel zeggen. Want dat die L iets te maken heeft met het ontdekken van de mol, dat lijkt mij zeer waarschijnlijk. Omdat die zo duidelijk in die lieder elke keer tevoorschijn komt. Maar wat het nou precies betekent, dat weten we gewoon nog niet. We hebben wel vaker puzzels gehad. Ik bedoel, mijn hoofd stond achter op de geldbiljetten. Die gelukkig nooit in grote getalen bijeen zijn gekomen. Maar online werd er wel flink naar gezocht. En rond deze tijd in de serie, misschien nog een aflevering of anderhalf verder, hadden ze ook wel uitgevogeld dat dat zeer goed mijn hoofd zou kunnen zijn. Dit zou ook wel zo'n gevalletje kunnen zijn, maar dan indirecter. Het is toch eentje om te onthouden. Hoewel iedereen die deze hint voorbij zag komen, denkt, dit is echt zo duidelijk. Dit is klontje klaar. Het gaat hierover, de rode en de groene schermen, de zipline. Je hebt het vast al gelezen of gezien. Als je, dat heeft iemand gedaan, ik lees het hier even van @wadm hints 2019. Als je over de rode en groene schermen uit de zipline opdracht de volgorde van leeftijd legt, dan zou Sarah degene zijn die het rode scherm krijgt. Want Robert is al naar huis, Evelien is al naar huis, Sinan, die zit er dan nog in. Evie is dan ook al naar huis, Merel zit er dan nog in, Rick Paul zit er nog in. Sarah heeft dan een rood scherm, want dat is een van de enige, dat is de enige kandidaat die dan nog over is. Niels, Jamie zit er nog in en Nicky is al naar huis toe. Dit is best wel een sterke. Ik bedoel, de kans dat dat in deze volgorde zo uitkomt is niet super groot. Dat kan natuurlijk wel. En overigens, ik moet niet meer te veel doen aan kansberekening, want ik heb de vorige keer gezegd, ja, ik gooi het op de meiden, want dan heb ik de meeste kans dat ik mijn punten niet verlies. Dat was eigenlijk alleen maar omdat ik denk dat die vrouwen het heel lang gaan volhouden. Dat was een beetje de theorie erachter. Maar goed, ik had dat gezegd. I'm sorry. En stel nou dat Sarah naar huis gaat, of dat ze nu een rood scherm had, dan kan dat ook wel matchen met wat zij zegt bij de test die ze maakt. Ik denk dat ik nog steeds op 3 mensen blijf. Rick Paul, Merel en Jamie. Sarah kiest uiteindelijk voor Jamie en daarmee legt ze toch iets meer gewicht op Jamie. Natuurlijk, ze zal ongetwijfeld in de test een spreiding hebben toegepast op deze 3 potentiële mollen. Maar als je die kiest, dan is het toch wel echt, nou ja, degene waar je dan echt op zit, zeg maar. Wel even een flinke disclaimer. Die test is natuurlijk super gedetailleerd en ingewikkeld. Dus het kan ook prima dat er op andere terreinen iets mis is gegaan. Maar goed, als je ervan uitgaat dat Sarah
Deze drie mensen bovenaan heeft staan, maar Jamie verkiest als mol in de finale vraag. Wie is volgens jou de mol? Dan zou het maar zo kunnen zijn dat Jamie inderdaad niet de mol is. En Rick Paul wel, denk ik dan, in mijn kleine tunneltje. Overigens, die zipline, daar is dus heel veel over te doen. Er zijn meerdere theorieën over. En ook over de leader. We hebben zeg maar de volgorde van leeftijd met de zipline gehad net. Je kan van die schermen kan je ook morsen maken. Hele interessante hint. En je kan de leader combineren met de bordjes. En als je dat doet, dan komt er ook iets heel interessants uit rollen. En je hebt nog de leader aan zich met de verschillende fragmenten. En dat lijkt ook wat te zeggen tegen ons. Wat precies is de grote vraag. Maar goed, laten we ze stap voor stap even doorlopen. De Sarah gaat eruit, hint, heb je al gehoord. Ik denk dus dat die best solide is, want die leeftijden in die volgorde, ja, de kans is heel klein dat dat toevallig zo gebeurd is. Dat lijkt mij best veelzeggend. Maar als we deze theorie van de jaartallen als volgorde aanhouden, dan vinden we nog iets heel interessants. Als je die ziplijn combineert met de leader. Peter van Kullevoeltje zegt het zo. Ik ben eruit. Voor mij is Rick Paul absoluut de mol van dit jaar. En dat komt door dit ding. Kijk, je ziet hier de volgorde van de zipline met de foto erboven. Dus die klopt 100%. Maar als we deze zipline met rood en groen combineren met de volgorde waarop de kandidaten te zien zijn in de leader, valt er iets heel bijzonders op. Je kan namelijk ontdekken dat er maar één persoon is bij wie geen rood scherm te zien is. En dat is Rick Paul. Rick Paul is de enige die twee keer groen heeft. Die nog geen rood stempeltje heeft in de leader, maar die ook een groen kaartje heeft bij de zipline opdracht. Als we even de volgorde van die leeftijden aanhouden. Jamie ziet er eentje in de zipline, want die zou dan als eerste zijn als je de volgorde van de leader aanhoudt. Nicky rood, Robert rood, Merel rood in de zipline. Rick dus niet, Rick Paul. Evie natuurlijk een rood stempeltje in de leader. Niels in de zipline. Evelien in de leader. Ja, dit is wel echt heel toevallig hoor, dat dit allemaal zo bij elkaar past. Ik hou een kleine slag om de arm, omdat ik weet dat bijvoorbeeld vorig jaar Simone een aantal keer op de plek ging staan waar de afvaller de vorige week stond. Dat was ook toevallig, ik ging daar vol in toen. Maar dit is wel een hele sterke. Ja, die morsen, stel nou je maakt van rood een kort puntje en van groen een lang puntje, zeg maar. Dan zou je eruit kunnen halen één man. Maar dit is volgens mij spiegelbeeld. Kijk, want als je hem hier ziet, dan is hij gewoon net andersom. Dus weet iemand hoe dit zit? Op zich zou het prima in mijn plaatje passen. Maar ik denk dat dat eerlijk gezegd een beetje te veel van het goede is. Dat ze in één zo'n hint ding en morsen hebben gestopt. En de leeftijden. En dat gecombineerd met de leader. Dat lijkt me een beetje veel. Dus heel eerlijk gezegd kies ik vooralsnog voor de combinatie met de leader. Want ik vind dat echt een fantastische. Omdat het zo ook om en om is en zo. Dat klinkt me echt by far het meest logisch in de oren. Maar laat even weten. Als je denkt van hey, die morse hint vind ik ook super interessant. En wel hierom Klaas. Dan moet je me even dat vertellen. Over die leader gesproken. Vorige week hebben we het natuurlijk gehad over dat elke keer weer nieuwe fragmentjes terugkomen in de leader. Dat je denkt hey, waar komt dat nou vandaan? Nou, er zijn stappen ingemaakt. René zegt dit. Ik denk dat we de leaderhint hebben ontcijferd. Met dank aan Annabeesje op Reddit. Yo, top. Beginletters van de vervangen opdrachten spellen iets. Heeft de mol dezelfde beginletter als de motoropdracht? Motor, slalom, joyride, ritje. Daarmee doelt hij op wat gaat komen de komende aflevering. Want dan zou dan de ontknoping zijn. Maar laten we even kijken nog naar die leader. Kijk, hier heb je min of meer, dat is dus de opdracht die dan voor het eerst in beeld komt, overbruggen, zo heet die andere. Links, rechts, nou dat klopt, die hebben we gezien. Welke hebben we nog meer? Hier, het nieuwe beeld, inzicht, zo heet die opdracht. Check, sleutelhanger, klopt ook. Ja, en haal je dan de rest weg en kijk je naar de eerste letters, dan kom je uit bij mol is. Dat is wel echt heel erg interessant. Ook dit zou een fantastische hint kunnen zijn. Maar je kan op die, er zijn nu nog vier stipjes. Maar dat kan niet, want het zijn eigenlijk maar drie afleveringen die we nog hebben. Dus je kan niet, ja, dan zou dus in de
volgende leader of die leader erop er twee fragmentjes bij moeten komen. En dan zou je het misschien kunnen volmaken. Deze moeten we nauwlettend in de gaten houden. Mol is. Maar wie is dan de mol van 2019? Laten we nog even kijken naar Follow the Money. Het is een beetje een ingewikkeld schema. Ik zal het eens even groot zetten. Wat zien we? Nou ja, interessant. Rick Paul. Ja, die staat echt onderaan in de lijstjes. Heeft 2600 euro gemist tot nu toe. Pak een beetje, hou hem vast. Hè. Er zit altijd een klein beetje geld tussen. Is daarmee kampioen van allemaal. Hoewel 8550 euro onbekend is. En slechts 488 euro in de pot gebracht. Follow the money is een lastig ding. Maar ja, Rick zei het al. Geldt hier het aloude principe van follow the money om bij de mol te komen? Ik denk dat we dat toch in de gaten moeten blijven houden. Waar ga ik voor de komende week? Ik ga gewoon opschrijven Merel, Niels en Rick Paul als mol. Ik denk dat dit een mooi finale rijtje is. Ik hoop dat Merel heel ver gaat komen. Die is al zo lang zo strategisch bezig. Minutieus alles aan het opschrijven. Dus die zou nog wel eens de winnaar kunnen zijn van Wie is de Mol 2019. Niels hou ik toch maar in de buurt. Ja, Jamie zou nog kunnen, maar dat zou dan wel de verrassing moeten zijn. Maar vooralsnog denk ik toch echt dat Rick Paul de mol is van 2019. Ik ga steeds dieper die tunnel in. Maar als ik verkeerd zit, laat het me weten hè, in de reacties hieronder. Ik ben heel benieuwd naar jouw theorieën. Heb je nog iets anders gezien? Heb je nog een mooie aanwijzing voor me? Laat ze alsjeblieft weten. Als je dit een leuke video vond en een beetje leerzaam, zeg maar, in moltermen gesproken, maak dan een bondje met me en gooi even die duim omhoog. En vergeet niet te abonneren. Zodat je niks mist, want volgende week ben ik weer met een nieuwe video. Hopelijk iets minder verkouden. Bye bye, zwaai zwaai. Ah. Wie is de mol? Sarah. Hi vuur. Wie is de mol? Jij bent de mol. Nee, jij. Dat is geweest. Oh nu, je ja. Bedoelt ze van... Nu. Dit is... Merel. 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 Wie is de mol? In dit clubje. Nee. Wie is de mol? Dit seizoen. Oh, ik denk Sino. Sino? Ja. Maar mijn dochter zegt dat ik er helemaal naast zit. Ja, ik ook. Hij zegt dat hij te bazig is. Is het mooi licht? Ja, je moet even ja, ik moet wel shinen. Hi, wie... Dit gaat gelijk uit. Ja. Top. Wie is de mol van dit seizoen? Merel. Merel? Nee joh. Weet ik veel. Ja, ik ken Sarah persoonlijk. En dat maakt het wel lastig, want daar zit ik steeds op haar te letten. Maar ja, ik denk... Je zit in een tunnel. Ik zit in een Sarah-tunnel. Gevaarlijk. Heel gevaarlijk. Wie is de mol? Ai, 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 ai. Rick Paul. Rick Paul? Kom ik in je vlog? Ja, tuurlijk. Dag, vloggoten van Klaas. Wat moet ik doen? Zeg wie de mol is van dit seizoen. Jamie. Haalt ze plat.